De besmetting op dit bedrijf is de zesde uitbraak in Flevoland dit seizoen en de vierde in Zeewolde. Het ruimen van de 15.000 dieren in deze schuur begon vanmiddag. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de kippen de zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus. In een straal van 3 kilometer rondom het bedrijf ligt nog één ander pluimveebedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat controleren of deze dieren ook besmet zijn. In een straal van 10 kilometer rondom een besmet bedrijf mogen geen vogels, mest, strooisel en eieren vervoerd worden. Het vervoersverbod, dat al door eerdere besmettingen gold, is nu verder uitgebreid. Bij de uitbraak in januari in Lelystad, gevolgd door een besmetting op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen, en de besmetting in Zeewolde van gisteren, gevolgd door een uitbraak vanmorgen in het Gelderse Hierde bij Harderwijk, valt een groot deel van zuidelijk en oostelijk Flevoland onder een vervoersverbod.